Nu een eerste die ik met jullie wil delen gaat over telewerken. Wij hebben ondervonden dat telewerken geen one size fits all verhaal is, omdat er heel veel verschillen zijn in persoonlijke voorkeuren. Maar ook in ja, de job, afhankelijk van de soort job die je doet, uh, zal telewerken beter of, of minder goed uh, kunnen. Um, en het is dan ook nog een keer afhankelijk van je thuissituatie, of je echt kan telewerken of niet. Dus binnen Fluvius kiezen wij ervoor om een duidelijk kader mee te geven rond telewerken, maar wel om voldoende vrijheid te laten aan de teams om dat telewerken te gaan organiseren. Onze tip hierbij is dus ook om. Die vrijheid zeker te geven om teams teamafspraken te laten maken. Uh, die teamafspraken worden bij ons dan gedocumenteerd in een teamcharter. En dat teamcharter dat zorgt ervoor dat die afspraken voor iedereen duidelijk zijn. Wij raden ook aan om de afspraken regelmatig te gaan evalueren en bijsturen als dat nodig is. En belangrijk hierbij is dat uh, die teamafspraken primeren boven individuele wensen. Dat is eigenlijk hoe dat wij met ons telewerkbeleid aan de slag willen gaan binnen Fluvius.